Zou die het warm hebben, groet u. Maar ik heb dit kozijn geschuurd en geplamuurd. Dat moet nu drogen. En het kozijn aan de andere kant ook. Zo, inmiddels ben ik zeilen aan het kijken. Lekker van de Olympische Spelen. Maar ik ben ook, nou je ziet aan mijn mesje bezig met het eten. Ik heb een mand onder mijn arm. De gordijnen onder mijn arm. Nou ja, over mijn arm. En dan ga ik die boven ook weer ophangen. Dan denk je, Suus, morgen moet je ze weghouden. Ja. Vroeg deze morgen. Er staat al een was aan. Dat is een Rafi was. Die heeft gisteren een wormenpil gehad. En dan was ik ook eigenlijk altijd extra zijn kleding nog even af. Zijn kleding zit ding uit. Maar ik ga vandaag een kozijn schuren. En ik dacht, het is een mooie gelegenheid om ook gelijk mijn gordijnen eens eventjes in de was te gooien. Dus die ga ik nu afpeuteren. Haken eruit. En dan gaan die in de was. Maar ik moet ook mijn zonnescherm weghalen. Alles. Omdat ik ga schuren. En ik moet mijn Lego even afdekken. Want anders dan heb ik straks witte Lego. Maar nou ja. Dat is de dagbesteding van vandaag. Vandaar een oud shirt. Warm hebben, groet u. Maar ik heb dit kozijn geschuurd en geplamuurd. Dat moet nu drogen. En het kozijn aan de andere kant ook. Denk je, klinkt het hier al? Ja, klopt. Gordijnen zijn weg. Die ga ik nu van boven halen, buiten ophangen. Want die heb ik gelijk gewassen. Dat kleed kan er vanavond gewoon weer af. Is mijn bed gewoon schoon. Maar het valt heel erg mee met het stof. Dus dat scheelt. Hier zit al wel een deel paarse tape op. Maar ik moet nog even met de Sint Mark schoonmaken. Goed ontvetten. Voor ik kan gaan schilderen. En dat ga ik vanmiddag doen. Als er niet te veel zon op de achterkant komt. Tenminste. Want het is evengoed nog best wel een temperatuurtje hier. Stiekem. Maar een graadje of 2, 23 denk ik. Maar voor nu ga ik de was van boven halen. Die buiten ophangen. En dan denk ik dat ik even lekker ga douchen. Hoewel dat niet zo heel veel... Nee, dat heeft geen zin. Want ik ga zo meteen nog weer schilderen. En dan ga je ook eens weten. Vanavond ga ik douchen.
Komt wel goed. Zo, ik ben bijna toe aan schilderen. Ik ga zo meteen schoonmaken met Sint Mark. En dan ga ik het laten drogen en dan ga ik schilderen. Dan moet eerst voor de zon eraf en achter de zon er ook niet te veel op staan. Maar ik ga Ravi laten kiezen uit twee bordjes. Eentje met zalm en eentje met kip. Ik heb geen idee welke die het lekkerste vindt. Dus kom, wachten. Zit. Zitten. Ga zit. Zit. Dank u. Kijk, leggen ze neer, dan kunnen jullie het zien. Dit is het bordje met zalm en dit is het bordje met kip. Doe maar. Nou, oh. Dat was heel duidelijk. Dan is die van morgen. Hij gaat hem lekker opsmikkelen. Ik ga schoonmaken boven. Dus ik neem de Sint Mark mee. Ik dacht dat ik nog had in de fles, maar dat had ik niet meer. Dus ik heb even een nieuwe gehaald. Bij de Action overigens, want daar zijn ze spotgoedkoop. Oh, ik weet waar mijn fles staat. Ja. Ja. Oh, dat is laminaatreiniger. Ik dacht dat het hier nog stond. Nee. Nou, zit Marker dus. Zo, raam 1 zit in de verf. Die moet nu drogen. Raam 2 moet eerst uit de zon. En dan kan ik die verven. Daar kan ik nog niet in. Dus dat moet ik vanavond even aan de kant zetten. De rolgordijn heb ik er ook helemaal afgehaald deze. Want deze hing ook net niet mooi. Dus dat kan ik mooi even verbeteren. Zo, inmiddels ben ik zeilen aan het kijken. Lekker van de Olympische Spelen. Maar ik ben ook, nou je ziet aan mijn mesje, bezig met het eten. Wij eten vanavond bami. Daar hadden we alle twee zin in. En ik had niks meer, dus dat ga ik lekker maken. Ik heb al gehakt eruit leggen, ui gesnipperd. Ik ben nu met de paprika bezig. Ik moet nog eventjes uit de bami groenten de peper vissen. Want die maken altijd de zaadjes eruit, anders vind ik hem te scherp. En dan eet ik de hele week ongeveer wat bami. Dat is niet de bedoeling. Dus dat ga ik even doen. En dan ga ik nog even rustig zitten. Want ik heb het best warm van het schilderen en schuren en alles. Nou ja, ik heb een productieve dag gehad, kunnen we nog wel zeggen. Zo, eten aan het koken. Bami. En ik heb nog een paar bakjes extra ook. Dus dat is lekker voor de volgende keer. Daar zit dan genoeg ba in. Dan hoef ik alleen maar meat te koken, maar die moet eerst afkoelen voordat hij de koelkast in kan. Maar ik heb het gewoon warm. En ik wilde eigenlijk lekker douchen, maar dat ga ik nu niet meer redden voor het eten. Dus dat ga ik na het eten doen. Ja, jij mag straks ook nog even wandelen, maar je bent gewoon een beetje aanhankelijk vandaag. Ik ga je nog even lekker wat lekkers geven. Kom eens. Ik heb bij de Action gekocht van Edgar Cooper. En hij vindt het meurt als een ziekte, vandaar dat het in een zakje zit. Maar kijk, het ziet er ook goor uit. Maar hij vindt het zo lekker. Alsjeblieft. Pak maar. Goed zo. Raaf zijn mand onder mijn arm. De gordijnen onder mijn arm. Nou ja, over mijn arm. En dan ga ik die boven ook weer ophangen. Dan denk je, Suus, morgen moet je ze weghalen. Ja, want ik heb vannacht helemaal geen zonder dingen. Dus, of geen gordijnen. Dus dat wil ik toch wel graag. En het rolgordijn ophangen kan niet, omdat die haken er nog niet hangen. Dat gaat aan de voorkant een stuk makkelijker. Maar ik ga even naar boven wandelen. Maar jullie gaan wel even uit. Zo. Dat was een gezellige live. Nog lekker daarvoor gedoucht. Dus ik voel me nu weer helemaal lekker fris. Ik moet even nodig deze kast wat ruimte in maken. Een aantal dingen in die ik op moet eten. Maar waar ik nog geen trek in had. Zoals deze maiswafels. Erg lekker, maar ik heb er niet altijd zin in. Ik ga lekker een bakje thee zetten. Ga ik op de stoel zitten. Straks lekker naar hardlopen kijken. Naar, wat was er nou nog meer? Nou ja, een aantal dingen die ik wilde zien. Dus ik ga er lekker naar kijken. Ik heb net de keuken even afgemaakt qua opruimen. En ik heb de bami hapjes in de bami in de vriezer gezet. Dus naar je koelkast. Kan dat koud worden, kan dat morgen in de vriezer. Maar nu eerst thee. Oh, het was zo gezellig in de live. En dan is een uur ook echt, dat vliegt echt voorbij met al jullie gezellige mensen. Dus ja, dit was de video voor vandaag. Ik heb nog heel laat naar
onder andere 3x3 basketbal gekeken. Die wonnen. Het was echt zo spannend. En echt, laatste seconde, ploep, hij gooit hem erin. Wat een winst. In elk geval, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Hele fijne dag als je de video 's morgens hebt gekeken. En kijk je 's avonds. Slaap lekker, mooie dromen. Tot morgen. Dag.